Het keert je langzaam op Weihnachten aan. Hè? De geschäften, daar liggen al zoveel voor Weihnachten en zo. Nou, niet een geschichte, dat is de Weihnachtskanin. Ja. Ja. Zo wie jedes jaar freuden die kinderen zich op Weihnachten. Lange tijd vuren wordt je bakken, je bastelt en je schenken je jolle. Het orvis wordt je zongen, appel je broer en ketsen aan je maakt. Dat wordt dan zo richtig gemütlich. Om het Weihnachtsete brugt de mam zich geen zorg te maken. Denn jedes jaar kwam ome Hubert en bracht een kanin. Na biskoop schlaarde de kanin. Mam lacht hem dan in Essig en om Weihnachten hou voor immer een schön eten. Zo waren doch dies jaar geweest. Even wie ome Hubert met de kanin kwam, du lag na biskoop in het krankenhuis en kost de kanin niet schlachten. Wat nu? Jank eens naar ome Scheng, der wo vroeger metzer, zegt mam. Even de wingde af. Nee, nee, dat kan ik niet. Vroeger heb ik koe en werken geslaagd. Even kanin heb ik nog niet uitstaan kunnen. Dat stinkt pap met zijn kanin en woest niet weer. Nelkens kreeg, schot ook met de kop en vong aan de lachen. Schlaagd ik de kanin toch zelf? Dat wetste wat ze heeft. Stel ik niet zo bescheiden aan. Die kinder speelden nu met de kanin en joven hem de vrede. De kanin was jans taam en liet ze haar strijken. Die kinder dingen de kanin nu een strampelbuksje aan en lachten hem. En de poppen waren al schließlich hoppelde hij door het zimmer. Voor de slapen wordt hij in de karton gelaagd. Pap, een schöner Weihnachtsgeschenk kanst du als ja niet maken, meine Lisa. Om heiligavond kunnen we wuurskes met je appelsla eten en voor geen kanin. Het wordt Weihnachten en de kanin wordt immer vetter. Hij hoppelde door het woonzimmer en knarde aan de kreesboom. Af en toe loopt hij wel eens vallen. Dat rookt dan zo komisch. Zo jeet dat niet, mijn pap, na Weihnachten. Wenn koop heem is, dan wordt er geslaagd. Lisa vong aan die grienen. Pap, dat kanst du niet maken. Nu kijk er eens wat er voor schön oren heeft. Nee, nee, daar weet ik niks van, riep Paul en knalde de deur toe. Laat die kinder de kanin, zegt mam. Pap, zo joef zich geschlagen. Wat blijft hem angst over? En wat komt je alles immer angst als man zich het leven voorstelt? Wie de kanin het anderendaas aan de woonzimmerkaas geknaagd had, toen was het papje nog. Jetzt is Schluss, nu regt het. Na biskoop, dem heb ik raad getroffen, is heute morgen uit het krankenhuis naar hem gekomen. Der schlaagt ons na Weihnachten de kanin, der eert er van hem om de jaar. Alle einspruch wordt zwecklos. Pap loopt zich niet meer omstemmen. Het daas na Weihnachten, Lisa dem lepen de tranen de bakken eraf, ding Lisa de kanin naar een strieken. Paul overlag immer nog wie ze de kanin retten kussen. Op eens zocht Paul in de karton een wit knuil wol liggen. Die twee pakten voorzichtig dat wolknuil aan en toen lag er een ganse hoop klein kaninkes erin. Mam, pap, nu komt zo de kanin, het jongen. Pap schot met haar kop. Hij wil het niet leven. Ever het stemde. Mam laarde, die kinder straalde. En pap woest niet of er lachen of rieren zal. Na biskoop, die graad voorbij kwam, holde zich de boek vast van het lachen en mende doe. Dat slachten van de kanin, dat zal nu wel niks geven. Het anderendaas vond pap aan in een kaninstal te tummeren. En na 3 maanden, wordt pap al actieve smidsleden naar kanintjes.